Dendert Hens, het is feest in de kleedkamers, dus Dender heeft gewonnen. En daar heb jij voor gezorgd met twee mooie doelpunten. Ik denk dat het een collectieve prestatie was, een heel mooie collectieve prestatie. Het was een moeilijke wedstrijd met een gretig Charleroi dat vooral in de duels heel kort zat. Maar wij hebben laten zien vandaag dat we dat ook konden en dat we daar tegenover konden staan. En ik denk dat het vooral een collectief mooie prestatie is. En natuurlijk, ja, ik rond dat dan af met twee goals. Maar ik ben vooral tevreden met de collectieve prestatie. Ja, mogen we zeggen, na een iets mindere eerste helft, een heel goede tweede helft? Ja, een iets mindere eerste helft. Het was een wedstrijd van duels. Met hier en daar kleine kansjes, vooral hoekschoppen. Maar niet echt grote kansen. Het was vooral... duels op het middenveld en iedereen voor elkaar werken. En een mindere eerste helft, ja, er komen gewoon geen grote kansen uit. Maar dan hebben we de tweede helft dat doorgezet. En inderdaad, dan wisten we dat we een aantal kansen gingen hebben. En dat het gewoon een kwestie van geduld was en doorzetten tot als de wedstrijd naar ons ging kantelen. Ja, verleden week was de ontgoocheling in de spelersgroep immens. Want na een echt goede wedstrijd, een gelijkspel tegen Lierse was werkelijk een grote ontgoocheling. Maar goed, vandaag was de wilskracht er toch nog altijd. En ook op basis daarvan een verdiende overwinning. Hè? Ja, inderdaad. Maar als we terugspoelen na een aantal wedstrijden geleden, zijn we denk ik aan een nieuw elan begonnen. Met dan een mooie reeks. En dan tegen Winkel hebben we een off-day gehad, waar dat we het laten liggen. En dan tegen Lierse spelen we een heel goede wedstrijd. Allee, ik zat in de tribune, ik was geschorst. Maar ik zag de ploeg een heel goede wedstrijd spelen. En dan is het spijtig dat dat op het laatste moment nog een gelijkspel wordt. Maar inderdaad, we mogen niet vergeten dat we daar ook, vorige week ook een heel mooie prestatie zetten. Dus dan was het voor ons gewoon van oké, we laten dat achter ons en we gaan vandaag er volop tegenaan. En terug diezelfde mentaliteit, hetzelfde voetbal. En dan waren we er 100% van overtuigd dat we die wedstrijd konden winnen. Ja, vorige week zei de trainer hier, ik mik op 7 op 9 voor de volgende drie wedstrijden. De eerste horde is genomen, de drie punten zijn binnen. Nu naar Tubeke thuis tegen Club Luik. Goh, ik mik elke wedstrijd op 3 punten. Dus als je dat optelt, is dat 9 op 9. En vandaag zijn de eerste 3 binnen. Volgende week start ik opnieuw aan de wedstrijd met 1 doelstelling. Dat is 3 punten. De week nadien terug met 1 doelstelling. En dat is terug 3 punten. Het zijn nu 2 wedstrijden tegen ploegen die in onze zone in het klassement staan. En dan moet je met 1 doel die wedstrijden beginnen. En dat is met winnen en 3 punten. Voilà, en dat allemaal op basis van het vertrouwen dat de voorbije 2 wedstrijden, dus tegen Lierse thuis en hier tegen Charleroi, opgedaan is. Want dat is belangrijk voor een voetballer, hè? Vertrouwen hebben. Ja, sowieso. En ergens wisten we wel al, ook voor deze 2 wedstrijden, dat we kwaliteiten hadden. Dat we eigenlijk een heel complete ploeg hadden. En het zat dan een hele periode niet mee. Door wat? Ja, kleine details. Mogen we zeggen dat Dender eigenlijk te laag staat vergeleken met de kwaliteit die in de groep zit? Ja, dat denk ik wel. En daar zijn we ons wel van bewust. Maar het is aan ons wel om dat om te zetten. En om te laten zien dat we daar inderdaad niet thuis horen. Want je kunt dat wel zeggen, maar je moet het ook wel bewijzen. Oké, na deze 4-6 leven wij terug op hoop. En we hopen uiteraard dat de volgende wedstrijden ook met puntengewin zal naar huis gekomen worden. Dat hoop ik ook. Dankjewel, Lennart. En nogmaals proficiat met je mooie doelpunten. Dankjewel.